tijd van onbezorgdheid is voorbij. Vandaag begint de lange weg naar morgen. De dromen komen als een vlinder vrij. Niet langer in geborgenheid verborgen. Slechte tijden, een dag die als een nacht verschijnt. Goede tijden, slechte tijden, liefde leidt je tot het eind. Goede tijden, slechte tijden, nee het leven spaart je niet. Goede tijden, slechte tijden, soms geluk en soms verdriet. Ik had kunnen weten dat er problemen zouden komen als jullie contact kregen. Het is allemaal je eigen schuld. Jij had Arnie zelf moeten vertellen wat er aan de hand is. Ja, ik bepaal zelf wel wat ik tegen mijn eigen zoon zeg, ja? Ja, natuurlijk. Maar veel keuze heb je nu niet meer. Ik ga. Oké, vertel het maar. Oké, ga maar zitten. Nou, vertel het dan. Ik ben verloofd geweest met je tante Karin. Maar op het laatste moment ging ons huwelijk niet door omdat ze plotseling verliefd werd op Jeff, mijn broer. En toen ben je maar met mama getrouwd. Je bent oud genoeg om te begrijpen hoe ik me voelde. Ik voelde me doodongelukkig. Toen kwam ik je moeder tegen en ik vond haar aardig. Zij was stapelgek op me. Ik ben met haar getrouwd en ik had geluk. En mama ook. Ik dacht echt dat haar liefde voor mij genoeg zou zijn. En dat was ook zo, althans eventjes. Mijn moeder is niet gek. Ze keek dwars door me heen. En ze wist natuurlijk ook van het gedoe met Karin. En ze trok zich dat heel erg aan. Het was een zware tijd voor haar. En toen dachten we dat de beste oplossing om ons huwelijk te redden een kind was. Geweldig idee van je pa, dat is echt dé oplossing. Ja. Ja, dat was een goed idee, ja. Want het werkte. Jij zorgde ervoor dat het werkte. Je moeder en ik waren dolblij met je. En met elkaar. En toen kreeg je dat hele gedoe met Stefanie. Moeten we het daar nou ook nog over hebben? Nee, nee, nee. Nee, is voorbij. En toch zijn je moeder en ik nu gelukkig. We zijn heel wat beter af dan al die mensen die zielsgelukkig aan hun huwelijk beginnen en die daarna alles de soep in zien lopen. En daarom nemen jullie nog een kind? Om je huwelijk nog een keer te redden? Nee, Arnie, dat is toch niet waar? Ja, maar het klinkt wel zo, pa. Ik hoop dat jullie deze keer meer succes hebben dan met mij. Oh, dit is gelukt. Hey, wat is hier aan de hand? Fantastisch nieuws. Wie waren die mensen die ik in de gang tegenkwam? Die vrouw die huilde en die man die keek ook niet bepaald vrolijk. Dat was nou de beroemde Vera Simonis. Ja. Dat mens, dit nee, is nee, juist niet. Ze heeft nu bekend. En Annette heeft het fantastisch aangepakt. Die vrouw gaf in de kortste keren toe dat ze al die verhalen verzonnen had. Ah, ze is ziek, die vrouw. Ja, dat zei Simon ook al die tijd. En hij had gelijk. Ja, die man is tenminste nu eerlijk genoeg om Simons excuus te gaan aanbieden. En hij heeft beloofd met zijn vrouw hulp te gaan zoeken. Nou, als ze dat nou zelf ook maar wil. Ja. Ik ben benieuwd hoe Simon reageert als we het hem vertellen. Als jij het hem vertelt. Ah, kom op, we hebben toch alle... Jij moet het hem vertellen. Als jij het vertelt, betekent het veel meer voor hem. Maar dames, ik moet nu weg. Ik heb een afspraak met Menno en ik ben al heel erg laat. Okay. Suzanne, bedankt. Ja, anders hadden we het nooit zo ver gekregen. Nou, ik ben blij dat ik ook mijn steentje heb mogen bijdragen aan dit dameskomplot.
Nou, het is me weer gelukt met Robert. Heb je weer ruzie met hem gemaakt? Nee, we hebben niet eens echt ruzie gemaakt. Ik heb hem alleen maar gezegd wat ik wilde zeggen. Verder niks. En wat zei Robert? Ja, hetzelfde als altijd. Ik zeg wat ik te zeggen heb, hij zegt ze zeg je. Hm. Alleen, op het moment suprême kwam Arnie binnenwandelen en heeft alles gehoord. Wat heeft hij precies gehoord? Dat Robert met Laura is getrouwd omdat hij niet met jou kon trouwen. Die hele verhuizing is toch een verkeerd idee geweest? Rustig nou eventjes. Het zat er toch dik in dat die ruzie met Robert nooit kon worden bijgelegd? Nee, schat, kijk, dat het niet makkelijk zou zijn, dat wisten we van tevoren. En dat het voor Arnie moeilijk zou worden, dat wisten we ook. Maar dat neemt niet weg volgens mij dat het de moeite waard blijft om het te blijven proberen. Jammer alleen dat Arnie het eerste slachtoffer is. Alles goed? Nee. Ik loop zo down over de telefoon. Nou, ik ben blij dat je gekomen bent. Wat is er dan? Ik liep net midden in een gesprek tussen mijn vader en oom Jef. Ik heb van alles gehoord. Mijn vader was vroeger verliefd op tante Karin. En omdat zij op oom Jef viel, is hij toen maar met mijn moeder getrouwd. En ze hebben mij alleen maar genomen om het huwelijk te redden. Hij hield niet eens van haar. En hij hoopte dat zij genoeg van hem zou houden om het huwelijk toch nog te laten slagen. Ja, maar daarna hielden ze toch van elkaar. En nu ook, anders zouden ze geen tweede kind nemen. Dat was soms een ongeluk. Maar Suzanne is toch ook niet eerlijk? Niet eerlijk tegenover zo'n kind? Niet eerlijk tegenover mijn moeder? Nou, ik vind niet je daar zomaar over mag oordelen. Voor hetzelfde geld houden ze wel van elkaar. Ze vonden toch ook dat ik geen kind moest nemen? Dat moest groeien in de loop der jaren, weet je nog wel? Ja, maar dat was omdat Linda het niet wilde. Hey. Ik ben in ieder geval blij dat je er nu wel over wil praten en niet meteen wegloopt.